Een hele goede middag is het volgens mij nog. Welkom bij weer een nieuwe live opname. Vandaag is weer een nieuw onderwerp en vandaag wil ik het hebben over schuldgevoelens. Je herkent het vast wel dat je aan tafel zit en tijd met de kinderen hebt, of tijd met je vrouw of met je man hebt en denkt dat je eigenlijk niet zo had moeten reageren. Dat je eigenlijk toch zoiets had van ja, dat was eigenlijk niet nodig. Ik wil je even een verhaal vertellen. Het gaat over Martijn. Zijn echte naam, maar goed, je snapt dus even een verzonnen naam. Ik noem hem Martijn. Die heeft een succesvol bedrijf, zelf opgebouwd, aantal mensen nu in dienst. Heeft gewoon goed voor elkaar, thuis, goed geregeld, een lieve vrouw, twee lieve dochtertjes. En voor hem, voor Martijn was het belangrijk om, hoe druk hij het ook had, want ja, veel te weinig uren op een dag, dat hij bij het avondeten toch echt wel thuis was. Dus elke avond is hij gewoon, met avondeten is hij gewoon thuis. Maar wat de kinderen tegen hem zeggen, hij voelt, hij eigenlijk hoort hij ze niet echt. Wat zijn vrouw hè, ja, met hem aan hem vertelt, eigenlijk dringt het niet eens door. En hij is er wel, maar eigenlijk niet. En hoe het komt, op het moment dat je met je hoofd te druk bent, want met zijn hoofd was hij nog bezig met de dingen te verwerken die, waar hij op de zaak mee nog had moeten dealen. Personeel die een beetje mot met elkaar had, of klanten die niet helemaal tevreden waren. Daar zat hij nog met zijn hoofd in zijn hoofd. En over de dingen die hij eigenlijk na het eten nog snel af moest gaan maken. En dat het weer een latertje zou worden. En in zijn gedachten zit Martijn dan aan tafel. En zegt hij eigenlijk niet zoveel. Totdat op een gegeven moment de dochters zo vervelend zijn dat hij gewoon ze een snauw geeft. En terwijl de meisjes eigenlijk alleen maar gewoon gezellig en eigenlijk een beetje zijn aandacht wilde trekken. Een voorbeeld die bij heel veel gezinnen van ondernemers, een situatie die bij heel veel ondernemers voorkomt. Helaas. En dat is zo jammer, want wat is nou uiteindelijk de grootste drijf van een hardwerkend persoon? Om uiteindelijk ook gewoon vrije tijd over te houden voor de dingen en de mensen die voor hem of haar gewoon belangrijk zijn. En wat er dus uiteindelijk in zo'n situatie gebeurt, dat Martijn zich schuldig voelt tegenover zijn vrouw, tegenover zijn kinderen. Op het moment dat hij met zijn werk bezig is. Hij voelt zich ook schuldig dat hij zijn werk tekort doet. En het probleem hiervan is, op het moment dat deze situatie langer zich voordoet, dat het een hele grote bron van stress is, allereerst. Maar ook een enorme energielek. En dat dit dingen gaan worden die je 's nachts wakker houdt. Waardoor je niet goed uitgerust bent. En vervolgens kom je in een soort cirkeltje. Er zijn zoveel ondernemers die hier gewoon last van hebben. En hier gewoon maar mee door blijven sukkelen. En ja, waarbij problemen alleen maar groter worden. Weet je, en het probleem is als je hier niks mee doet, je steeds meer de controle gaat verliezen. Zowel op het werk, maar ook thuis. En ten koste van wat eigenlijk? En dan denk je gewoon, ook als ondernemer, van nou weet je, ik ga het anders doen. Ik ga meer tijd voor mijn gezin nemen.
Maar wat heeft het voor zin als jij je werk ook niet kunt loslaten? Want ik bedoel, personeel wat je continu blijft storen. Want dat is natuurlijk ook hè, dat je zoveel dingen te doen hebt. Of je wilt nog een dienst, een nieuwe dienst lanceren of een product verbeteren. Dat niet lukt omdat je de hele dag brandjes aan het blussen bent. En problemen van aan het oplossen bent. Wat eigenlijk de mensen die je in dienst hebt hadden moeten doen. En voordat je het weet, verlies je gewoon steeds meer de controle. En er zijn gewoon heel veel ondernemers die op een gegeven moment zeggen, nou, ik stop er gewoon mee. Ik verkoop gewoon een heleboel. Ze krijgen ook een hekel aan hun eigen bedrijf. En dat is niet omdat ze het plezier er niet meer. Het is wel dat het plezier er niet meer is, maar dat er gewoon op het moment dat je gaat zakken in je energie en dat je zo oververmoeid raakt, dat op een gegeven moment is het toch logisch dat alles, hè, dat het gewoon niet meer leuk is. Want daar heb je natuurlijk niet voor gekozen. Je wilde vrijheid en goed verdienen en energiek uit je bed stappen om gewoon met rust in je hoofd gewoon de dingen neer te zetten die voor jou belangrijk zijn, omdat die gewoon ook zo belangrijk voor een ander. Ik bedoel, wij, dat is toch zo? Ondernemers die lossen toch problemen op voor een ander. Die geven toch iets om een ander te helpen met wat dan ook. En dit is het mooie van Back in Biz. Dat we met dit programma burn-out klachten, dus slapeloosheid, concentratieverlies, ook je humeur, dat je dat gestreste, dat je daarvan afkomt. Maar ook dat je de rust gaat krijgen. En ook uiteindelijk een heel duidelijk beeld gaat krijgen. En dat we je leren hoe je hier structuur, hoe je de controle weer terug kunt krijgen. Want het is niet nodig om een bedrijf weg te doen. Want je bent een ondernemer, dus dan verzin je wel weer wat anders om uiteindelijk. Want ik bedoel, we zijn multitalenten. En we vinden het ook wel heel leuk om verschillende dingen te doen. Maar het is niet nodig om te zeggen, oké, ik neem afstand van het een en ik ga weer kijken naar iets anders. Natuurlijk zal dat ook weer superleuk zijn. Maar het probleem lost zich niet op. Weet je, het is fantastisch met wat we doen. Maar we hoeven geen offers te brengen. Dat denken we, dat we hard moeten werken en dat we daarvoor offers moeten brengen. Dat het ten koste moet gaan van iets belangrijks. Maar dat is niet waar. Absoluut niet. En daar helpt Back in Biz, het programma, speciaal voor ondernemers, gaat je daarmee helpen. Hoe je dit dan kunt doen. Hoe je de structuur. Ja goed, het is een fantastisch. Je ziet het. Ik ben er super enthousiast over. Want het is niet alleen helpen van je burn-out klachten af te komen, maar ook hoe je stressproof gaat worden, zodat je dus ook al deze, het zijn geen problemen, maar uitdagingen, gewoon met een frisse blik en gewoon kunt knallen van energie en te doen wat alleen jij kan. Nou, met deze woorden wilde ik afsluiten voor vandaag. Ik wens je een hele goede avond en tot morgen weer. Doei!